Goedenavond, we staan hier op het landgoed Groot Kievitsdal en naast mij staat Remke Scherma van Protivity. Protivity, dat is een Amerikaanse onderneming. Hoe zijn jullie in Europa gekomen? Wij zijn in Europa eigenlijk vrij snel naar ons ontstaans, onze oprichting naar Europa gekomen. Ik pin me er niet op vast, maar ik denk oorspronkelijk vanuit Amerika naar de UK en vanuit de UK ook uitgebreid naar andere Europese landen. Wij vieren dit jaar ons 20-jarig bestaan, dus dat is heel erg leuk. En ik denk dat wij in Nederland nu 16 jaar bestaan, of misschien net iets langer. Dus zo zijn wij hier terechtgekomen, ja. Vertel even in het kort, wat bieden jullie aan de markt? Hè? Want Protivity is een mooie naam, ja. Maar wat doen jullie, wat verkopen jullie? Ja. Wat wij zijn is een consultancy firm en wat wij bieden is wat iedere consultancy firm die een beetje op ons lijkt ook aanbiedt. En wij noemen dat met een duur woord solutions, maar dat betekent dat we eigenlijk in heel veel verschillende branches en heel veel verschillende industrieën diensten aanbieden die zich begeven van auditdiensten tot aan risk en compliance, waarvoor we hier zijn. Tot aan financiële diensten, tot aan het reorganiseren van fabrieken. Eigenlijk alles wat je maar kan bedenken. I see. Jullie hadden hier vandaag een breakout sessie. Ja. En die breakout sessie, wat was het thema van die breakout sessie? En wat was de message die jullie wilden overbrengen? Het thema van de breakout sessie hebben wij heel dicht gehouden bij het thema van vandaag, dus de poortwachterfunctie binnen compliance. En de echte boodschap die wij hebben willen overbrengen is dat die markt heel volatiel is en continu in beweging, maar dat dat eigenlijk ook goed is. Dus het gaat van het begin waar iedereen een beetje in paniek was toen ik 16 jaar geleden met compliance begon. In hele grote programma's en iedereen in paniek was, we moeten nu iets met allerlei dingen vragen van onze klanten, tot aan relatieve rust waarin we risicogebaseerd veel meer zijn gaan werken, tot aan wat je nu ziet, weer de golfbeweging, dat het weer meer naar mijn persoonlijke mening, zeg ik er gelijk bij, wat meer angst geregeerd is. En wat je ziet is die golfbeweging, dat wilden we in die breakout sessie laten zien, door heel veel verschillende meningen bij elkaar te brengen in een game. Dus we hebben een game gehouden, een over-de-streep game. En dat was ook heel interactief en de zaal heeft gesproken. Wat wij veel leuker vinden dan dat wij spreken. Ja. Over die golven, over 5 jaar, hoe ziet het er dan uit? Ja, als ik dat nou zou kunnen voorspellen, dan stond ik hier waarschijnlijk niet. Wat ik hoop is dat wij weer meer naar risicogebaseerd gaan. Dat we technologie gaan combineren met nog altijd het menselijke oog. En dat wij in staat zijn om die twee echt goed samen te brengen, in combinatie met dat we veel en veel meer gaan samenwerken. Die schotten tussen financiële instellingen en andere organisaties, advocaten, notarissen, dat moet eruit. Want we hebben heel veel gemeenschappelijke, gezamenlijke kennis. En dat bundelen en daar samenwerking zoeken, dat is mijn droom daarin. Ja. Ik zou zeggen dankjewel en tot ziens. En dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Het was leuk.